wordt jong bier erin. Mooi hoor, zing zich helemaal dood. Prachtig. Goedemorgen. Ja, wij hebben nu ook twee wielen. Waarmee we lekker naar de baan kunnen. En vandaag is de eerste dag dat we echt op pad gaan. En het wordt hartstikke warm. Dus hebben wij iets bedacht. Namelijk dat we ijsjes gaan uitdelen. Dat gaan we nu doen. Oké, let's go. Geen alcohol en drugs in deze ijsjes. Ja, oké. Nee. Je moet ze wel snel opeten, want ze zijn zo weg. Ja, top. En wat doen jullie verder om een beetje cool te blijven? Ja, dat staat achter je. Oh, hier, het sokje wil er niet meer mee. Leg hem eerst maar even een half uurtje in de vriezer. Oh. Oh, dat moet snel zijn inderdaad. Wat doen we verder om cool te blijven? Nou, genoeg drinken in ieder geval. En hydrateren. Zwembad. Ja. Zwembad? Oh, haha. Oh ja, nee. Ja, daar loop je ook zo omheen. Het super. Toppie. Oh ja, het is wel een beetje... Oh, wie doet dat? Nou, even proberen. Oké, maar wanneer krijg jij dan wel het titel? Als dit veld vol staat. Oké. Ah, ik heb jou gevonden. Ja. Ja, nu gaan we het even anders doen. Ja. Wel een beetje afgekoeld, hè? Ja, precies. Een beetje verfrissend. Dat past wel bij dit weer. Ja, vochtiger worden niet van... Wij vermaken ons wel. Wakker wordt jong bier erin. Mooi hoor, zing zich helemaal dood. Prachtig. Ja. Hoe staat het met het Titi gevoel hier? Prima. Klinkt nog niet heel enthousiast. Begint te komen. Begint te komen? Ja, zeker. Ja? En bij jou? Ook. Oké. Komt goed. Oké. Nou. Hoe staat het met jouw Titi gevoel? Begint te komen. Je ziet er niet uit als een motorrijdster. Nee, klopt. Ik heb een scootertje. Oh jee. Maar ik heb nog wel een ijsje voor jullie. Vind je dat? Een klein ijsje. Dankjewel. Ijsje weer. Hoe staat het hier met het TT-gevoel? Het TT-gevoel, hè? Dat is nog niet helemaal. Dat is nog rustig. Wanneer komt dat wel? Ik denk morgen als we op de baan zijn. Hey jongens, proost! Zijn op. Ik hoop dat ze een beetje voor verkoeling hebben gezorgd. We gaan nu even kijken hoe het in de stad is. Slaapplekjes gezien, maar wij slapen vanavond in de binnenstad in een hotel. Dit is onze kamer. Luxe, hè? En ik doe het natuurlijk weer samen met mijn maat Judith. Hoi! Zij monteert alles en zorgt eigenlijk voor dat heel veel dingen geregeld zijn. Zodat ik lekker even kan chillen.
Nee, grapje. Wij gaan even kijken hoe de vlag erbij hangt in de stad. Denk je dat het ook een extra groot feest wordt? Ik denk het wel. Het is natuurlijk heerlijk weer. Dus ik denk dat er echt heel veel mensen op afkomen. En ja, we gaan er gewoon een feestje van maken. Een driedubbel dik feest. Ja, echt wel. De Assenaren hunkeren naar een festival. En wij zelf ook. Jij zelf ook? De bedrijvigheid, de motoren door de stad. Ja, het is iets. Het ontbreekt eigenlijk aan je jaarplanning. Het hoort er gewoon bij, een TT-festival. Ja. Ik heb hier boven mijn dak een heel mooi terras. En dan ga ik dan rond een uur of 11:30, 12:00 ga ik daar voor het eerst staan. Want dan is het wat donker en dan zie je hier die deinende massa. Ja, dat is. Ja, dat geeft een kick. Heb je het gemist? Heel erg. Ja. Ik ook. Nou, mooi. Maak er een feestje van. Ja, en die toerenteller van ons, die blijft nog een beetje in het groen hangen, hè. Maar ja, ik heb goede hoop voor komende dagen. En wil jij nou ook zo'n mooie TT-tattoo? Reageer dan even op YouTube of Facebook onder in de comments. Misschien krijg je er dan eentje. Tot morgen!